Mensen van de Stichting Burgerhart, gefeliciteerd met jullie hele mooie nieuwe naam. Met een heel mooie historische context natuurlijk, het verhaal van Sarah Burgerhart. En ik heb gezien hoe jullie dat een prachtige invulling hebben gegeven met Ramadan, door ervoor te zorgen dat zoveel mensen in de buurt die pakketjes thuis kregen. En ik zag de blijdschap bij mensen in de ogen dat ze dat kregen. En dat op die manier het Ramadanfeest verbonden werd met de hele buurt, ook met heel veel mensen die helemaal nooit Ramadan vieren. En ga ermee door, want dat is zo ongelooflijk belangrijk. Er zijn heel veel mensen in Nederland, juist in deze coronatijd, die vooral heel veel thuis zitten, die zich afvragen wanneer ze anderen weer mogen zien, weer mogen aanraken, weer mogen knuffelen. En gewoon naar ze toe gaan, laat zien dat je mensen ziet, iets voor ze doen. En vervolgens ook zien dat je iets terugkrijgt, namelijk de blijdschap en de erkenning van mensen, is ongelooflijk veel waard. Dat is wat samenleven inhoudt, dat is de kunst van het samenleven. En ik denk dat de Stichting Burgerhart daar een heel belangrijke rol in speelt. Dus ga zo door. Dankjewel.